bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Zo. Nou. Vertrouwen. Dit is de eerste. Hoe ga je dat doen? Ja, 4. Oké. Okay. Ja, kom hier, je hebt een blauw pluisje aan de neus. Zag je dat nou goed? Blauw pluisje aan de neus. Blauw pluisjes. Nou. Dan wil ik eigenlijk kijken of ik haar kan drogen met de fun. Oké. Okay. Maar dat betekent dat we met z'n tweeën even goed vast moeten houden. Want ze vindt het heel spannend. Ik heb haar net al even geborsteld hiermee. Kijk, gewoon zo borstelen, hè. Dat ze even een beetje kon wennen aan de fun. Goed zo. Ja, goed. Ja, dat was niet heel goed over, hè? Als het was. Ja, was het niet, nee. Ja, 4 stuks, hè? Ja, 4 stuks. Maar ik hoop dat we ze, als ik ze net als nu even 1 voor 1 kan laten wennen, een beetje blowen en een beetje doen. Ja, ja. Dat we ze uiteindelijk op deze manier heel snel kunnen wassen en kunnen drogen. Over een jaar zijn we zo klaar. Ja. Oké. Dan nemen we ze mee onder de douche. Ja, je wil inderdaad blowen. Oké, okay. Nou, ik wens jullie succes. Komt helemaal goed hoor. Nou, dat gaat helemaal lukken. Zo kan je dat doen. Hoe is die hier? Goed hoor. Oh, daar ben je. Ja? Gaat het goed? Ja, goed. Oké, okay, nou hiernaast is al 1 poes gedaan. Oh, wie is gedaan nu? Vee. Vee, oh. Ging het goed? Ja, het ging goed. Oh, gelukkig. Nou goed, ik laat lekker hun gang gaan. Ja. Dus dan kun jij dan wat verder. Is goed. Nou, ik kom even kijken hier. Dit is nummer... 3. Nummer 3. En dit is Frodo, hè? Ja. Die ja, herken je hem nog? Ja, ik herken hem niet helemaal meer. Oké, okay, het is een beetje beslagen hier allemaal. Ja. Maar goed. Hoe ging het? Nou, goed. Zonder mouwen. Oké. Okay. Nou, dit vond hij heel spannend. Net vloog hij daar helemaal van in paniek. Oké. Okay. Ja, nou, ik probeer maar even. Ik ben er nu ook bij. Zo, oké. Okay. Ready? Ja. Nou, Veun is niet zo'n succes, hè? Nee, deze niet. Deze niet. Nee, oké. Veun en Ginny vonden het niet vervelend. Ja, vonden het vervelend, maar ze accepteerden het. Ja. Oké. Okay. Nou, laten we even gewoon lekker drogen zo. Ja, maar eens even een krul uit je buik krammen. Oh ja, goed. Oh, even goed gekomen. Ja, kijk. Waar ben je dan? Ik kan niet in een lus. Kijk. Die ruikt wel lekker. Kijk, want als we nu zeg maar zo die buik kunnen laten drogen, hè? Dan zijn bijna alle krullen weg. Nou, en hier als laatste. Ik zou even de flesjes aan willen. Hey, pikjes. Oh, lekker zo. Pikjes. Hey, Eddie. Nou. Ja,
Kom maar even wachten, ik moet even er naartoe. Ja. Oeh. Ja. Nou, ik blijf hier even lekker met Eddy. Ja. Dan kom ik zo even kijken hoe het is. Ik ga die anderen op zoek allemaal. Ja. Kijk, hier zit er één. Volgens mij zit die andere ernaast. Kijk. Ginny. Oh, lekker gewassen. En Vee ook lekker gewassen. Lekker. Nou, volgens mij zitten die twee kleintjes nu bij elkaar voor het eerst. Huh? Ja, volgens mij ook. Ja. Oh. Ja, wel een beetje spannend. Oh, een beetje spannend nog. Nou, we kijken hier met Frodo. Oh, dat gaat hartstikke goed. Lekker wassen. Dus dit gaat goed. Kijk, hier ligt Vee. Ah, gelukkig hartstikke goed. Lekker uitzicht te genieten. Ja, lekker. Ja, jongens, even hier kijken terwijl iedereen naar Max kijkt. Hé, Liddy, lekker. Hallo, popjes. Waar is de Louie? Dat is dan even de vraag. Kijk, ik heb je gevonden. Hallo. Lig hier lekker te slapen. Terwijl Max aan het crossen is. Jongen, jongen, jongen. Een herrie, hè? Oh, lekker. Ja. Ja, ik ga ook even buiten kijken. Want onderhand zijn alle katten buiten gezet. Kijk. Ja, ze zijn zo eventjes lekker aan het opdrogen. Eddie hier. Lekker bezig. Ja, top. Dat gaat hartstikke goed, jongens. Nou, terwijl jullie bezig zijn naar Max te kijken, zijn we ook nog even een ander project aan het doen? Nou. Vertel even, ik ga even zien vanaf deze kant van het licht. We blijven hier wel bezig met de. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar vertel soms. We gaan toch even wat anders doen. We hebben een batterij gekocht. Ja, we zitten ook Max te kijken. Ja. Het is heel spannend. Ja, Dat vinden de andere mensen ook. Ja, ja, maar jullie hebben vast ook naar Max in Monaco gekeken. Ja, daarom. Maar ja, goed, dat is alweer weken geleden. Ja, dat geeft niks. Maar goed, we hebben een batterij. Ja. Aan die batterij zit een dimmer. Dimmer. En aan die dimmer zit een ledstrip. Oké. Dan hadden we deze ledstripjes al gekocht bij de Action, maar er was totaal geen licht. Maar nu, het is goed, maar niet daarvoor. Kijk. Duidelijk licht. Nou, dat is de kerstboom. Ja, oké, duidelijk. Dat moet er zo overheen. Idee, we kunnen hem ook in de kerstboom hangen. Ja. Dat was dan klaar. Ja, maar daar hebben we hele mooie lampjes voor, dus dat is ook niet. Daarom. Maar goed, deze moet dan in stukjes. Ja, dus, deze moeten we dus even af. Oké. Dus die halen we weer af. Die plaatsen zijn daar al ontbrand. Ja, ontstickerd. Nou ja, ontstickerd nog niet helemaal. Dus gaan we het even proberen. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Alright, we gaan beginnen. Vertel, wat is de planning? Deze hele lange strip gaan we knippen in stukjes. Oké. Voor iedere plaat een stukje. Oké. En om ervoor te zorgen, want deze kunt u gewoon eraan laten zitten eigenlijk. Ja. Maar dan gaan we ook zo'n dingetje tussen doen. Oké, zodat we alle platen identiek hetzelfde hebben. Ik snap. Zodat we ze gewoon door elkaar kunnen gebruiken. Dus, nu vind ik het echt heel spannend worden. Ik zie hier een knipstrookje zitten. Ja. Die ga ik doorknippen. Je kan het. Goed recht. Heel goed. Oké, en nu is de kunst om dat dingetje tussen doen. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ja. Nou, heb ik hem nu gesloopt. Nu hebben we nog maar drie ledjes. Ja, drie. Ik had ook achteraan kunnen beginnen. Maar jij hebt toch een langer stuk nemen, toch? Zes, bedoel je? Je had toch langer nemen, toch? Zes, toch? Zes ledjes. Zodat je nog een keer... Ja, zes ledjes. Ja, die ook. Ja, heel goed. Ja. Ook hoor, onbeer. Je droom is eindelijk echt.
lukken. Nou, even kijken zo. En wie komt ook even kijken? Nou. Ik zal even inzoomen. En dan is die pootjes, die moeten dan eronder of zoiets zeggen? Ja, maar ja, dat is even erg pingel. Oké. Nou, dat oogt vast te zitten. Hè? Rood zou ik boven zitten. Ah, daar komt wel dat. Kom je dan? Ik haat het. Kijk. Push je het nog even lekker. Ja. Liggen er nog even twee lekker bij, hè? Ah, je hebt ze nog. Ik hoor allemaal. Ja, je hoort allemaal sabbelen daar. Ja, echt heel schattig. Ja. Ik hoor ze echt sabbelen. Goed. Alright, nu is de kunst. Die stond uit, hè? En dan kan je aandoen. Of die dat doet. Paf. Oké. Okay. We hebben 6 lampjes. Oh. Nou, dat is wel heel gevoelig. Oh, dat wordt wat. Nou. Oh. Ja, ik ga even kijken waar het mee zit, in dit stukje. Ja. Oké. Okay. Ja, dat wordt wat. Ik zie ons al klooien op zo'n show. Ja, goed. Deze kan gewoon dicht. Ja, die kan dicht. Ja, nou moeten we eerst eigenlijk die kroosteentjes hebben, want die was al iets van pandekozen. Vertel even. Ja, kijk. Kijk. Ik zal dat zien. Doe die ook dicht? Ja, die zit wel helemaal op ten. Oké. Ja, want volgens die mevrouw van het bedrijf kon je ze steeds losklikken. Nou, dat denk ik niet. Kijk. Dit gaan we zo meteen zo plakken. Ja? Ja. Oké. Okay. Dit gaan we heen lopen. En dan wil ik hier, ja. Kijk, je ziet al, ik zit nog steeds niet waarom dit noodlampje, nee. Hier, als we hier doormidden knippen en een kroonsteentje tussen zetten met van die dingetjes die je zo in en uit elkaar kunt doen. Ja. Dan kun je er heel makkelijk wisselen zonder dat je hem open moet schuiven en in moet schuiven enzovoort. Nou, oké, okay, dus dat moeten we nog eventjes aan komende week doen. Ja, en deze moet manier dus, zijn dan die platen allemaal hetzelfde. Ja, kijk, deze komt dus zeg maar zo. Ja. Vind je dit een goede afstand? Ja, ik vind het heel mooi. Nou, dan kan ik natuurlijk alleen nu niks zien. Zo, dat, ja, dan zie je het beter. Ze moet daar ergens geknipt worden. Ja, of hier? Nee, eentje weer meer terug. Deze. Ja, ik denk die, ja. Misschien zelf nog eentje terug. Ja, ik doe. Of niet? Deze? Nou, ik zal even helpen. Nou, jongens hebben gewonnen. Gaat die goed? Ja hoor. Deze kan ik beter zien. Het is donker. Mm-hmm. Mm-hmm. Oké, okay. Je hebt nu door de midden geknipt. Ik zie niks. Oh ja. Gaat wat worden. Ja, die jongens zeiden toen al, solderen was meer kans. Ah. Oké. Okay. Wat komt er buiten, jongens? Ik zal hem buiten laten zien. Het is heel donker. Op de video kan je het niet helemaal goed zien. Je hoort hier, ja. En je hoort die wind. En opeens begint te waaien ook. Het is heel slecht. Kijk. Ja, beest gaat waaien. Onweren. Nou, lekker jongens. Ah, en de laatste. Oké.
En dan halen we een stukje over en dat kunnen we dan weer doorschakelen naar de volgende. Nou, komende week even afmaken. Doetjes de kleursteentjes. Top, Paard. Leuk. Ja. Hoe ging je huiswerk? Goed hoor. Ja? Ik ben moe. Je bent moe? Ja. Ik wil het lopen schrijven. Oké. Okay. Maar zit het erin, denk je? Ik heb nog 2 dagen. Oh, ik dacht je het morgen toetsen had. Nee joh. Oh, ik heb okay. Nog 2 dagen. Oh, nou, dan zit het er zeker in. Ja, dat had je ook vandaag niet hoeven doen. Dat had je vandaag ook niet hoeven te doen, nee. Ja. Ik dacht al, het is geen testweek. Nee, maar ja, wel lekker rustig zo. Ja. Goh. Heerlijk. Dat heb je er dan alvast in. Juist, dan heb je dat nog eens al gedaan. Top. Kijk. Ja, ze lopen lekker rond, hè. Ja, Morris, doe je goed. Kijk, we gaan de kittens even wegen, hè. Ja, de Siberische kittens. Ja. Dus, Kijk, ze liggen wel lekker bij, hè. Ja, vandaag hebben we eigenlijk de hele dag de kooi open gehad. Maar ze hebben niet veel rondgelopen. Nee, hè. Ze hebben eigenlijk de hele dag geslapen. Lekker, hè? Ja. Dus ze konden er wel uit, maar... Ja, prima. Ja, ze hebben er geen gebruik van gemaakt. Nee. Maar voordat we ze gaan wegen, eerst eventjes een leuk fotomomentje. Ja. Die andere ook? Super cute weer. Dan? Nou, alle tasjes liggen nog hier. Oh, die gaat zo. Even omdraaien. Nou, liggen ze allemaal lekker. Kom je auto kleven kopen? Moet jij van de kant? Kan jij dat naast? Kan jij dat tussen? Opletten. Opletten. Rustig. Zo, kijk eens eventjes. Ga jij eens even terug? Ga jij eens erbij zitten? Ja. Ga jij eens even terug, ja. Terug. Kiekeboe. Ja, zou je ook foto's maken? Kiekeboe! Ja? Leuk. Het is leukste. Oeh! Gevangen. Zo. Doei! Zie je die kramen niet? Lager. Nee. Oh. Goed, we gaan ze even wegen. Goed. Allemaal. Pak ze maar eens even. Mooi, ja, hebben die kippen een beetje. Hoe oud zijn ze? 61 dagen. 61 dagen, kijk eens aan. En hoeveel weken is dat dan? 8 weken. Dus nog 5 weken blijven ze bij ons? Ja. Oké. Okay. Deze blijft langer. Deze blijft langer? Vertel, waarom? Deze gaat naar Berlijn. Samen met... Berlijn? Ja, samen met deze. Oké. Okay. Tadaa! Dus die moeten een radius hebben. Er eentje gaat er eentje aan de achterkant eruit. Ja, een kung fu schat. Oké, okay, vertel maar. Deze gaan naar Berlijn. Deze krijgen een radius en dan moeten ze nog 2 weken. 2 weken toch? Of een week? 3 weken. 3 weken. 3 weken langer blijven. Okay. Dus ja, dan. Oké, nou, we gaan eerst de crème doen. Is het goed? Mag jij nog even terug? Wat gaan we doen? Goed. Zie jij? Oh, hij doet het toch. De crème kater. Is, oh nee. Ja, daar staat op 9:30, maar even een keer. Even opnieuw. Ja. Oké. Okay. Nee. Ja, nu wel. Ja. We blijven zitten, hè? Ja, 9:35. Hetzelfde als gisteren. Oké, prima. Hallo. Ja, gaan
onze panda. En wie hebben we hier? Een rode dame. De rode dame. Zit die goed? Ja. 8,15. 8,15. 10 gram aangekomen. Goed hoor. Lekker hoor, Raffi. Alright, dan nu een neva. Een welke? Neva, dit is blauwe bandje. Oké. Ja, u mag. Kijk, die gaat over de kilo. Kijk. 1055. Kijk dan. Hey, dikkie dikkie dik. Nou. Ja joh. Dikkie dikkie dik. Mooie jongen. Nummer 4. Neva, meisje. Oké, meisje. Dit is dus ook een van... Was dit... Nee, dat was niet degene die naar Berlijn ging. Dat was de vorige. 9,65. Ook, bijna. Bijna een kilo. Goed hoor. Je bent ook een dik vrouwje dan hoor. Lekker hoor. Lekker hoor. Nou, en de laatste. Witte Neva, mannetje. Neva, mannetje. 8,80. Zo. Kijk, ja, dit is de kleinste potmeest. Het kleinste 30 gram aangekomen. 30 gram. Gaat toch hartstikke goed zo, die jongens. Dat gaat goed Top. Hoor. Nou goed, hey, deze week ga je ook even kijken naar de namen. Naar de namen? Hoe kom hier jij? Ja, ik ga deze week ga ik even alle namen die binnen zijn gekomen, ga ik even allemaal even op een rijtje zetten en kijken welke het vaakst is genoemd. Ja. En degene die wij natuurlijk leuk vinden en kijken of die ook een beetje hoog staan. En dan krijgen de nieuwe kittens namen, dus ik ben heel erg benieuwd. Dus gelijk maar afsluiten. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Vandaag hebben we niet zo heel veel gedaan, net zoals eigenlijk natuurlijk al zeiden bij het openen. We hebben natuurlijk de pakketjes opengemaakt, maar ik heb vandaag heel veel geleerd eigenlijk. En lekker een eitje gebakken natuurlijk, mag niet vergeten worden. Dus ik hoop dat je het leuk vonden en dan zou ik zeggen tot de volgende. Doei doeg! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!